Kijk naar links, kijk naar rechts. Ik ben overgerend en ik ben daarbij geschept door een auto. Ik begon mezelf te snijden, automatileren. Zelfmoordpoging gedaan. Er lag bloed. Er lagen pillenstrippen op mijn bureau. En diezelfde avond heb ik gebloot op mijn kamer. En de hele gang stond naar biet. En toen zeiden ze: oh, het is gewoon een einde verhaal voor jou hier. De volgende dag ga je eruit. Er is niemand die tegen jou kan zeggen, je moet van de straat af. Er is niemand die dat van je af kan nemen. En dat gaf veiligheid. Op de bodem heb je niks meer te verliezen. Lichamelijk afkikken is één ding: geestelijk afkikken. Dat is pas Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben hier Zendhoven en je luistert naar de podcast Telt een eigen verhaal. Deze week in de podcast Stephanie Joy, wie als slechthorend meisje met een gehandicapte voet op haar veertiende uit huis werd geplaatst. Na een enkele tijd in opvanghuizen te hebben gezeten, belandde ze uiteindelijk op straat en werd ze daklozen. En raakte ze zwaar verslaafd aan het drugs. Uh, met ook nog heel veel wat erbij kwam kijken: uh, anorexia, uh, veel zelfmoordpogingen. Um, ze sneed zichzelf na nou, echt. Ontzettend veel, maar gelukkig was er op een gegeven moment het moment waarin het gevecht met haar verslaving aanging uh, en met succes. En nu zet ze haar verhaal vooral in om andere daklozen, uh, maar ook verslaafden en mensen die hulp nodig hebben te helpen. Ik vind het heel bijzonder dat je er bent. Dankjewel en welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Kan je ons meenemen naar vroeger, naar je jeugd? Vroeger naar mijn jeugd, dat is inmiddels alweer een flink aantal jaar geleden. Uh, mijn jeugd begint in een gewoon gezin, vader en moeder. Ik ben de eerste van mijn ouders, eerste kleinkind. En uh, op driejarige leeftijd zei een buurvrouw tegen mijn moeder, dat meisje dat praat raar. En mijn moeder dacht, hey, joh, dat valt wel mee, ik versta haar prima. En toch uh, ben ik onderzocht toen en bleek dat ik slechthorend was. Een verwaarloosde oorontsteking, de trilhaartjes in mijn gehoorgangen zijn afgebroken. En ik moest gehoorapparaten, naar speciaal onderwijs. En uh, dat... Kenmerk mijn jeugd. Slechthorendheid, speciaal onderwijs, dan, ben je, dan groei je toch anders op dan als je ja, op gewoon regulier onderwijs opgroeit. Ja, en hoe dus, was het voor jou als jong meisje? Had je dat al door? Of? Um, het was voor mij niet zozeer hinderlijk. Ik had twee gehoorapparaten, iedereen hield er wel rekening mee. Het was voor mijn ouders wel lastig, dat het extra moeite kostte om te zorgen dat ik ze kon verstaan. Uh, soms was het ook wel onbegrip, van joh, luister nou eens even. Het was wel... Uh, ja, terwijl jij dat dan echt niet verzond. Ja. 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 En, um, en, en had je verder, hoe is de gezinssituatie verder? Uh, um, vrij doorsnee gezin. Uh, er kwam nog een broertje na mij. Uh, uh, er kwam uiteindelijk een derde kind. Ik ben nu met twee broers. En uh, na... Um, uh, mijn moeder was zwanger van de laatste, mijn jongste broertje. We verhuisden en wij hadden een afspraak, mijn ouders en ik. Uh, ik werd met de taxi naar school gebracht omdat ik op speciaal onderwijs zat. En zij zeiden als de taxi je terug komt brengen, dan blijf je aan de overkant staan wachten tot het papa of mama je komt halen. Mijn moeder was dan de jongens van school aan het halen, of in ieder geval de middelste. En mijn vader die was thuis aan het wachten totdat ik aan de overkant stond. Ik was zes en ik dacht op dat moment: Weet je, ik ga papa en mama laten zien dat ik een grote meid ben. Dat ik wel over kan steken. Ik keek naar links, ik keek naar rechts. Ik ben overgerend en ik ben daarbij geschept door een auto. En die auto die reed één keer over mijn voet, remde en reed terug nog een keer over mijn voet. En dat, uh, dat heeft mijn jeugd echt een enorme stempel gegeven. En de rest van mijn leven ook wel. Ja, want wat gebeurde er op dat moment? Ambulance kwam? Uh, nou, eerst schoot mijn vader naar buiten. De buren er allemaal omheen. Uh, mijn vader heeft mijn slagader dichtgeknepen gehouden. Anders uh, had het misschien wel anders kunnen lopen. En mijn moeder reed de straat in. En dat is echt wel een emotioneel moment dat ik dat later in mijn leven hoorde. En ze zag een ambulance staan en ze dacht: ik moet niet gaan kijken. En. Op de een of andere rare manier had iemand wat de over was van mijn schoen in de hal gezet. Dus toen mijn moeder naar binnen liep en die schoen zag, wist ze genoeg. Mijn vader is meegegaan naar het ziekenhuis. Daar ben ik vier keer geopereerd in een week. En eigenlijk zei de arts, uh, dat been kun je niet behouden. Dat, uh, het gaat ons niet lukken om dat te reconstrueren. En er was gelukkig een arts in het AMC, een hele knappe uh, orthopeed... En die heeft door middel van een spier uit mijn rug en huid van mijn bovenbeen toch een, een voet kunnen reconstrueren. Maar wel super heftig als je zes jaar bent en al in het ziekenhuis moet liggen. En nou ja, hoe gaat het revalideren daarna? Ja, dat, in die periode lag je nog ontzettend lang in het ziekenhuis. Ik werd zeven. Uh, mijn moeder had een baby. Die was nog maar twee, drie maanden oud. Dus die kon ook niet bij me blijven. Uh, die moest gewoon mee naar huis. En dat was wel een moeilijke periode. Ergens als kind ben je ontzettend veerkrachtig. Als dat als volwassenen gebeurt, dan sta je er heel anders in. Maar als kind denk je gewoon, ah joh, dat, dat gips kan er vanaf. En ik kreeg pennen in mijn voet. En als ik nu filmpjes terugzie van hoe ik als kind met die pennen over de grond heen kroop, dan denk ik, oh, dat zou ik als volwassene nooit ja, hebben gedaan. Ben Je bent veel voorzichtiger als volwassene. Ja, ja. Je beseft het denk ik niet. Ik wist ook niet dat, het, dat ik mijn been had kunnen verliezen. Dat hadden mijn ouders toen niet verteld. Uh, en je denkt gewoon: weet je wat, ik laat zien hoe sterk ik ben, we gaan gewoon door. Ja. Uh, ja. En hoe voelde je die periode? Ik weet het niet meer zo goed. Ik denk vooral van: ik laat zien, uh, ik kan dit wel en, en we redden dit. Ja, en uh, tegelijkertijd, uh, op een gegeven moment, mag je uit het ziekenhuis en ja. dan ga je naar huis. En hoe is dat? Nou ja, in het begin als kind ontzettend gaaf, spandoek, ballonnen, welkom thuis, Stephanie. Maar ja, dan zit je op de bank. En dan mag je niet afdrogen, dan mag je niet afwassen na het eten, de gewone kindertaakjes. En normaal zou dat niet erg zijn. En nu wil je per se helpen. Het feit dat je beperkt bent, dat je dus niet mag lopen, uh, dat begint dan wel te brengen. Als je met speciaal met een rolstoel naar school moet. En na de eerste periode, dat iedereen op je gips hebt geschreven. Dat vind je dan als kind natuurlijk. Ja, van, uh, ja. ja dan is de lol eraf. Dan, uh, ja, dan kom je die beperkingen tegen. Ja, en hoe was dit voor jou? Want ik kan me voorstellen dat het extra lastig is, omdat je je al daarvoor misschien door je gehoor al soms beperkter voelde. Dat, dat, toen was ik me daar nog niet zo bewust van. Dat, uh, hè, door het speciaal onderwijs, alle kindjes waren slechthorend. Ja. Dus alle docenten hadden ook kennis over slechthorendheid. Dus dat, uh, dat was voor mij toen niet relevant. Het kwam er later pas uit. Ja, en hoe is, deze, hoe is dit voor je ouders eigenlijk deze periode? Uh, het is heel erg moeilijk om daarover te praten met hen. Zij uh, hebben na het ongeluk echt gedacht: we zetten onze schouders eronder. We gaan door met ons leven, je bent weer thuis. En uh, als we nu bij de pakken neer gaan zitten, storten we als een kaartenpakhuis in elkaar. En dat is wat ze eigenlijk vastgehouden hebben de rest van hun leven ook wel. Van joh, het is gebeurd, het was pijnlijk en we gaan door. En op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over alle buren die kwamen klepperen om mijn vader te alarmeren dat ik aangereden was. Het schijnt dat hij jarenlang nachtmerries heeft gehad van dat moment. Dat hij nog steeds dat geklepperen en het gebel en het geklop op die ramen hoorde. Ja. En, ik heb geen idee wat dat trauma bij mijn ouders teweeg heeft gebracht. Dat is niet iets wat je op een zondagmorgen weer eens met elkaar gaat bespreken. Nee, van hoe was het voor jou inderdaad? Nee. Ja. ja, maar het geeft ze ook redelijk veel stress. Uh, ja. Vertelde jij dan in je boek? Ja. Um, hoe is dit? Ja, er, er ontstonden spanningen in ons gezin. Uh, uh, mijn, uh, mijn broertjes hebben veel moeten inleveren aan aandacht. Toen ik, uh, uh, ik had twee uur wondverzorging per dag nodig. En dat heeft zich later toch wel geresulteerd in het gezin stond onder spanning. En uh, als mijn vader dan de hele week hard gewerkt had om geld te verdienen, want was het moeilijk in die tijd, en wij kwamen druk en opgetogen thuis, dan uh, kon het zomaar het zijn, oh, nou is jullie mond, weet je wel, ja? of een, uh, een schoen onze richting uitgooide, zo van, uh, nou is het klaar. Het was wel uh, een eigenlijk veel te grote last voor mijn ouders. Ja, en hoe voelde jij emotioneel deze periode? Uh, ik kon niet bij mijn ouders terecht met wat ik voelde. Want uh, zij hadden bedacht: we gaan door met ons leven. Uh, daarin moest ik meegaan als kind. Maar dat ik worstelde met op een gegeven moment werd ik ouder, werd ik tiener. En ga je, je lichaam met andere ogen bekijken. Want dan sta je na de gymles onder de douche met klasgenoten. En dan zie je opeens: mijn voet is lelijk. Of mijn lichaam is anders. En dat zijn geen dingen die ik. Ik, mijn ouders gaan veel emotioneel niet thuis. Mijn moeder zei, wees blij dat je geen slachtoffer bent van die volgende dambrand. Want jij kan je voet nog in een schoen stoppen. En oh, die ja. kinderen zijn voor... Het was uh, bedoeld om te troosten in de zin van uh, het. Terwijl het verdriet daardoor geen, geen ruimte kreeg. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Het was het bagatelliseren wat voor hun werkte. Ja. En voor mij was het juist... Nee, dit werkt voor mij niet. Ik wil huilen, ik wil rouwen, ik wil. En in die periode dat ik mijn auto-ongeluk kreeg. stond ik op de wachtlijst voor een schoolpsycholoog. Uh, ik kreeg mijn ongeluk, die schoolpsycholoog ging met pensioen. Uh, er moest een vervanger gevonden worden. En pas op het moment dat ik aan de beurt was voor psychologische hulp. ging ik naar de middelbare school. Dus na dat ongeluk heeft nooit iemand erover of... gepraat. Of... Nee. nee, ik kan nee. me voorstellen dat het best wel heftig is. Ja. En dan op een gegeven moment. Besluiten ze je uit huis te plaatsen? Hoe ja. komt dit tot stand? Ik ben uiteindelijk veertien en dan loop ik al een jaar of twee bij het jeugdreag, heette dat toen nog. Dat heet nu de GGZ in geest of zo. Um, en daar eerder op school zagen ze wel dat ik problemen had en dat weten ze aan sociale vaardigheid. Uh, dat dat niet voldoende ontwikkeld zou zijn en daar zou ik in kunnen groeien. Dus ik moest op sociale vaardigheidstraining. Uh, dat was helemaal niet wat ik nodig had. Ik had gewoon traumabegeleiding nodig. Maar dat was een soort mismatch in die periode. En uh, daardoor ging ik eigenlijk alleen maar meer probleemgedrag laten zien. Ik begon mezelf te snijden, automatileren. Uh, mijn ouders hadden echt zoiets van: Jeetje, meid, wat doe je er zelf nou aan? Wat, 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 wat is dit? Weet je wel? Heb je aandacht nodig? Dat was ook wel wat ze zeiden. Um, en wij zijn alleen maar verder van elkaar gegroeid. Ik dacht, jullie geven niet thuis emotioneel, jullie begrijpen het niet, jullie worden eerder boos op mijn gedrag dan dat jullie uh, me troosten of, of iets kunnen betekenen. En samen met de hulpverlening die ik toen had, hebben we op een gegeven moment, toen ik veertien was, had ik weer een operatie gehad, uh, zelfmoordpoging gedaan. En toen besloten we, het gaat gewoon niet meer thuis. We gaan over tot uh, kortstondig. Huisplaatsing, dat was in eerste instantie de bedoeling. En zelfmoordpoging, dat is op best wel jonge leeftijd. Ja. Hoe kwamen je ouders hierachter? Hoe waren ze zich, zich daar bewust van? Um. Ja, als je eenmaal bewrongen bent als tiener in je hoofd, dat je echt denkt: waar doe ik het allemaal nog voor? En uh, 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 mensen begrijpen me niet en het is me te zwaar om te dragen. Dan denk je nog dat je met honderd paracetamolen doodgaat. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat denk je dan: van joh, ik koop tien uh, doosjes, ik eet ze op en dan is het klaar. Ja, en jouw ja, ouders? dit of zagen ik dit? Ik denk dat mijn ouders zo geschrokken waren dat ze gewoon heel boos reageerden. Zo ja. van, uh, wat doe je ons nou aan? En waar ben je nou mee bezig? Ja, ja. maar voor jou was het ook ja, best wel intens natuurlijk om je kind zo te zien die een einde aan het leven wil maken, kan ik me voorstellen. Ja. Um, maar ja, jij hebt, je, jij hebt je natuurlijk zo rot moeten voelen in deze periode. Ja. Uh, je ziet elkaars verdriet niet. Je, nee. je, je ziet alleen maar uh, de ander die niet voldoet aan wat jij nodig hebt. Mijn ouders wilden door. We hebben genoeg ellende gehad in ons leven. Uh, we hebben nu een leuk plekje op een camping gevonden. We kunnen, uh, als gezin kunnen we nu bijkomen van de zware jaren. En dan begint er weer een drama. Zo, ja. zo voelt dat voor hun. Terwijl het voor mij was... Uh, 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 ik, ik kan niet overweg met mijn eigen gevoelens. Ik loop spaak. Ik... ik, ik Belanden in de puberteit. Uh, ik geen gedrag laten zien dat mensen alleen maar van me afstoten. Terwijl mijn bedoeling was ze dichterbij te halen. Uh, het was onmacht van beide kanten. Ja, en dan uh, besluit je uh, naar, ja, of uit huis te gaan. Of mm -hmm. uit huis te worden gezet. Mm -hmm. um, hoe was deze periode en waar kom je dan terecht? Ik kwam op kortdurende crisisopvang terecht. Uh, in een huis bij twee vrouwen. Die uh, maximaal zes jongeren opvingen. En dat is dan een periode dat je gaat kijken, uh, ga je terug naar huis? Is het gezin weer tot rust gekomen? Of uh, ga je uh, definitief uit huis en ga je naar een orthopedagogisch centrum? Het was voor mij een bevrijding om uh, uit de spanning van huis weg te zijn. Uh, om toch te kunnen gaan praten over uh, wat ik voelde. Om uh, veel losser. Mijn moeder was doordat ik enerzijds slechthorend was. Anderzijds, het enige meisje in het gezin was, en daarnaast ook nog eens zwaar gehandicapt aan mijn voet, was ze overbezorgd geraakt. Ik, ik, ik kon als 14-jarige nog niet met de bus reizen. Ik wist niet wat een buskaart was. Ik mocht niet alleen naar de stad. Uh, ze had me zo verstikt met haar overbezorgdheid. Dat er voor mij in dat, in dat crisisopvang. zei die vrouw: gewoon, Hier heb je een buskaart. Ik breng je. Ik vertel je hoe die buslijnen in elkaar zitten. Je gaat. Ja, veel meer verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Van, je bent veertien, dat hoor je gewoon te kunnen. Ja. En dat was voor mij van, ja, wauw, ik ga de wereld ontdekken. Ja, dus in die periode voelde je wel beter. Ja, ja. ja en ook mijn ouders voelden zich beter, want de spanning was voor hun, uh, was ik een katalysator van de spanning. Ja. Dus toen ik wegging en zij bleven over met twee jongens, was dat voor hun ook van, uh, oké, okay, we gaan een nieuw evenwicht vinden. Het was soms ook wel moeilijk, zo van, uh, ik, ik ging uit dat crisisopvang heb ik drie, vier maanden gewoond. En toen werd besloten dat ik uh, naar een, een orthopedagogisch centrum ging... en dus niet meer terug zou keren naar huis. Toen heeft mijn moeder ook mijn kamer aan mijn broertje gegeven. Zo van, nou, uh, dan krijgt die ook gewoon normaal een kamer. Jij woont nu daar. Ja. Zonder te beseffen dat ze daarmee in één klap mij wegvaagde uit hun huis. Maar jij woont nu daar toch, zei ze. Het, 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 het. Hij, in eerste instantie, als je het hoort, denk je wat keihard... Wat, wat absurd dat je, dat je daar zo in kan staan. En anderzijds is het heel praktisch. Eén van de kinderen had een piepklein kamertje. Uh, we gaan nu verder met ons gezin. Uh, ja. Ja, en, maar emotioneel gezien voor jou... Was het heel erg vreemd. Ja. En was want... het echt zo van, nou meid, we gaan door zonder jou. Terwijl ze dat helemaal nooit zo uitspraken. Nee, maar er was dan op dat moment niet meer een thuis voor jou. Nee. En op een gegeven moment krijg je ook de diagnose borderline. Ja. Hoe is dit? Uh, dat, dat is een verzamelnaam naam voor een heleboel symptomen die je kan laten zien. Ik sneed mezelf, ik hongerde mezelf uit, uh, ik deed zelfmoordpogingen, uh, ik had heel erg last van stemmingswisselingen, zwart-wit denken. Uh, ik liep bij een jeugdpsychiater toen, kreeg allerlei medicatie, en, en, antipsychotica, antidepressia. Ik kreeg de raarste bijwerkingen van die pillen, dat ik uh, 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 alleen maar meer stemmingswisselingen kreeg. En daar hoort een diagnose bij. Je hoort een, uh, je kan geen behandeling aanbieden binnen het jeugdstelsel zonder diagnose. Uh, dan wordt het niet vergoed. Ja. En ik kreeg de diagnose en uh, voor mij was het toen. Oh, alles voelt op zijn plek. Ik ging erover lezen. Ik dacht, oh ja, dit is precies hoe ik ben. Het is een houvast. Je denkt, uh, ja, dit is inderdaad wat mij mankeert. Ja, dus het geeft ook ergens rust. Ja. Ja. En, en alles wat je, wat je deed, in die periode, inderdaad jezelf uithongeren, jezelf snijden, zelfmoordpogingen. Waar kwam dit vandaan of, of waarom voelde je? Dat zo. Ik voelde me zo verschrikkelijk ongelukkig. Ik was een, een, een soort van bodemloze put. Als ik aandacht kreeg van een van de uh, begeleiders op de groepen, dan, dan was dat nooit genoeg. Dan, dan was het niet een uurtje samen een spelletje doen. Daarna uh, in de keuken staan omdat ze aan het koken is. En daarna uh, naast haar staan als ze aan het roken is. En daarna weer brengen we naar bed. Yeah. Het, was, het was nooit genoeg. En uh, de begeleiders ging s'avonds naar huis, naar haar eigen gezin. En er kwam er weer een ander. En de volgende dag weer een ander. En dat was gewoon ook voor mijn hechtingsproces niet goed. Er stond altijd wel iemand anders op dienst. En dat, uh, dat, dat maakte me zo ongelukkig. Dat als je aandacht krijgt, is het niet goed, want het is niet genoeg. En als je geen aandacht krijgt, is het ook niet goed, want je hebt aandacht nodig. Dus dat continu die hunkering naar liefde en naar aandacht. Ja. In, 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 ja bij die plek. Ja, dat was echt een soort van. Uh, 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 ja. Ik, ik heb er haast geen woorden voor. Dat was een bodemloze put. Ik kan het niet anders noemen. Ja. En ook best wel heftig natuurlijk voor iedereen als je uh, zelfmoordpogingen doet. Hoe, hoe reageert de omgeving daarop? Ja, dat was in mijn geval best bijzonder. Um, ik herinner me een zelfmoordpoging als ik 17 ben. Um, ik zat toen op de groepen. De nachtdienst was een dame die net in dienst was, Dat was haar eerste dienst alleen. En ik deed de zelfmoordpoging en dan kwam ze achter. En voor haar was het van, ik draag een joet van verantwoordelijkheid. Kwam en kwam ze erachter? Er lag bloed uh, voor mijn kamer. Uh, er lagen pillenstrippen op mijn bureau. Uh, ze merkte het. En voor haar was het de eerste nachtdienst. Dat ze dacht van, jeetje, uh, dat kind heeft zelfmoordpoging gedaan. Uh, voor de begeleiders was het van, dit hebben we nooit aan komen. En voor mijn ouders was het, gaan we weer... Gaan we weer. Het is twee dagen voor kerst, wat, wat, wat doe je nou in godsnaam? Het is twee dagen voor kerst. Denk je ook wel eens aan de mensen om je heen of zo? En dat, dat, dat schuurt en dat, dat, ja, dan vind je elkaar niet in je emotie. Hoe word je wakker na een zelfmoordpoging? Uh, nou, ik, 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 ik sliep niet. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht. Mijn maag werd leeggepompt. Ik kreeg norrit toegediend. En vervolgens, als je norrit toegediend krijgt, dan, dan, dan is... Dan ga je overgeven om het spul uit je lichaam te krijgen. Nou, er zit alles onder een zwarte zwavel. En uh, ik lag op een kamer met drie andere oude mensen. Die, ik raakte in de war. Ik, ik werd uiteindelijk op een kamer alleen gezet, want ik trok alles eruit steeds. En daar wist ik niet meer of het dag en nacht was. Ik vond hem gewoon super ongelukkig. Ja. Ja, moet, als je een zelfmoordpoging doet als jongere, moet je beoordeeld worden door een onafhankelijk psychiater... voordat je uit het ziekenhuis weg mag. En dan kwam zo'n oude man, tandenloos, zittend. Nou, vertel mij, wat heb je gedaan? Nou, ja. ik zie dat je al bij het loopt. Je kan gaan, jonge dame. Ja, totaal geen omkijk naar hoe jij je voelde. Nou, heel, 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 uh, heel bizarre ervaring. Ja. Van, uh, nou, het is kerst, je mag naar huis, weet je wel. Ja. Eigenlijk echt een... een ontbreekt het eigenlijk, bij veel dingen uh, die je vertelt, aan een stukje... Graven, naar waar komt het vandaan? Ja, en dat is bijzonder, want uh, de hulpverlening uh, geeft aan om te gaan graven en om trauma's bloot te leggen moet je stabiel zijn. Ja. Je moet stabiel zijn, want anders red je het niet om uh, de kracht van die trauma's te, te, te weerstaan. En, en, uh, maar als je onstabiel bent door je trauma. Wanneer ga je dan het punt bereiken waarop je stabiel genoeg bent om je trauma te aan te en pakken? Ja. Ik ben nu zelf hulpverlener, dus ik sta aan de andere kant. En kan heel vaak terugzien wat ze destijds tegen mij zeiden. Uh, waarvan ik nu met mijn hulpverlenersbrein denk: ja, er zit wat in. Ik heb nu ook cliënten die zich enorm automutileren. Ja. En dat ik denk ja, maar dat betekent dus ook. We kunnen nu niet uh, bijvoorbeeld een, 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 een misbruikverleden of een mishandelingsverleden. kunnen we nu niet omhoog halen. Nee. Want diegene is niet stabiel. Geen stabiele huisvesting. Geen stabiele geestelijke gezondheid. En dat is het. Dat is het een moeilijke materie aan de zorg. Wanneer ga je trauma's behandelen? Ja. En is het dan ook echt vooral. Ook, is het dan ook een schreeuw om aandacht? Dat wordt wel gezegd. Yeah. En misschien als je aangeeft dat het een schreeuw om hulp is, het is een schreeuw om, om, ik weet niet hoe ik verder kan gaan, um, gaat dat op. Maar iemand zeggen die een zelfmoordpoging doet, is een schreeuw om aandacht, voelt altijd alsof je nog eens een trap nageeft. Ja, yeah. nee, dat snap ik. En hoe verloopt de tijd daarna? Hoe, hoe is het daar? Wat, heb je daar vrienden? Is Vaak het... uh, wordt, wordt heel erg gekeken naar het biologische model. We gaan je medicatie aanpassen. Want uh, kijken of je toch meer nodig hebt of minder nodig hebt. Of, uh, uh, we gaan wat meer uh, therapie erop zetten. Uh, maar vanuit huis uit was het vooral... we gaan weer door met ons leven. Ja. Weet je wel? Het is gebeurd, het is verschrikkelijk. Je hebt ons vertrouwen beschadigd. Neem de tijd maar om dat te herstellen. Ja. Weet je wel? Niet zo van... Laten we ze in gesprek gaan. Wat is er nou aan vooraf gegaan? Of wat heb je nou nodig om, uh, om je beter ja, te voelen, ja. los van medicijnen? Ja. En op welk moment kom je voor het eerst in aan aanraking met, uh, met drugs? Ja, vrij jong al. Ik was een jaar of 16 uh, toen ik voor het eerst marihuana rookte. Die groep waar ik op zat, dat. Uh, uh, daar zaten andere jongeren. En het is altijd zo, als je meerdere jongeren in een groep plaatst, hebben ze allemaal een andere achtergrond. Ja. En het zou zomaar kunnen dat er een jongere tussen zit die al wel een keer drugs gebruikt heeft. En die dan tegen die andere jongeren zegt: Kom, we gaan een blootje roken. Ik weet zeker dat het je gaat helpen. En ik bleek heel verslaafd gevoelig te zijn. Want zodra ik één keer gebloot had, dacht ik: Dit is het. Dit blijf ik doen. Ja, Dit. want je voelde daardoor iets beter. Ik voelde me ontzettend goed. Ja. Ik voelde me ontzettend goed. En dat, werd, uh, dat begon met blouwen. En in die tijd was het boek van Christiane F. Hot Item. En uh, normale mensen lezen het en denken, dat mag me nooit gebeuren, dat moet ik nooit gaan doen. En ik met mijn brein en mijn zwartgalligheid van toen dacht, oh, dat vind ik eigenlijk reusachtig interessant. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar drugs. Wat stond er nou in dat boek? Ik ken dat boek niet. Uh, uh, vooral uh, wat mij zo raakte in het boek van Christiane F. was, uh, uh, ze redden het allemaal wel. Was ze vechten. Ze had de drugs en door de drugs had ze niemand anders nodig. Yeah. Uh, met, een, met een gewoon gezond brein. En als volwassene lees je dat boek van wat ontzettend terug dat het kind zichzelf zo naar de vernieling helpt. En ik las het toen van zij heeft een manier gevonden om staande te blijven. Ja. En drugs, drugs kun je kopen. Daar hoef je niks voor te doen. Dat, dat is toegankelijk. Dat kan je tot je nemen en dan red je het wel zelf. Dat stond in verleng daarvan. Ik had altijd mijn liefde en aandacht nodig. Ik werd altijd maar afgewezen. Het was dezelfde periode. Uh, ik zat heel graag op schoot bij mijn hulpverleners. Dat deed ik toen ik 16 was nog steeds, want van binnen voelde ik mijn kind. Ja. En op een dag zeiden ze tegen mij. Mag niet meer. Dat kan niet. Binnen de hulpverlening hebben we te maken met afstand en nabijheid. Uh, we kennen allemaal de mediaschandalen dat het misgaat. Dat, dat mensen een misbruik maken van ja, hun van positie. Kwetsbare. Ja, voor uh, kwetsbaren. Daar zijn uh, regelgevingen daarop losgelaten. En je hoort binnen de hulpverlening bepaalde afstand te houden. En ik, ik, ik heb letterlijk echt zo'n officieel gesprek gehad met een gedragswetenschapper en een begeleider. En dit gaan we niet meer doen. En voor mij was het. Het mag niet meer op schoot kruipen. Ja. De wereld vergaat. Het mag geen ge geborgenheid hebben. De wereld vergaat. Ja. Dat, dat was mijn moment dat ik me even. geliefd voelde? Ja, en dat was voor mij uh, een moment dat ik dacht: als ik het daar niet in kan vinden. en ik ben elke keer die bodemloze put, het voldoet niet. dan moet ik iets vinden waar ik wel staande op blijf. En dat werd cocaïne. Ja, want weet je nog, kan je ons meenemen naar de allereerste keer dat het harddrugs was? Uh, de allereerste keer harddrugs vergeet je nooit meer. Dat, nee. dat, dat vergeet je echt. Wie dan ook de allereerste keer cocaïne gebruikt, dat vergeet je nooit meer. Want je hersenen zijn nog niet tolerant tegen drugs. Dus op het moment dat jij voor de allereerste keer gebruikt, dan heeft het het grootste effect. Daarna gebeurt dat eerste effect gebeurt nooit meer. Nee. Dat, dat weet je nooit meer na te streven. Je probeert het wel. Want nee. je brein denkt. Die eerste explosie. Die, die moet ik, ik nog ja. voelen. Maar waar was dit? Wat was de situatie? Um, ik, uh, ik, ik woonde met uh, een meisje in dat huis. Dat meisje dat, uh, had drugsverslaafde ouders. Haar moeder leefde niet meer. Uh, haar vader wel, die was drugsverslaafd. Die leefde in Rotterdam. En zij wilde heel graag bij hem wonen. En zij liep steeds weg van de groep. En ik had haar gezegd: als je nog een keertje wegloopt, ga ik met je mee. Ja. Maar toen kwam ik daar in een echt. echt een, 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 het was net een televisieprogramma. Wat, wat wist ik toen nog? Ik was 17 en bleu. Ik kwam gewoon in een jungle terecht. Met, 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 uh, met uh, uh, tapijt waar de peuken op uitgedrukt waren. Een ja. bank waar de vering uitkwam. Uh, een vader die ter vroeg: Wil je wat as van je sigaret in mijn beestpijp stoppen? En hij begon cocaïne te roken. En toen dacht ik. Dat wil ik ook proberen. En hij gaf de pijp aan mij gevuld met cocaïne. Die vader, en hij wist dat jij nog nooit harder had gebruikt. Uh, ik denk dat, dat hij dat hem dat helemaal niet bezig hield op dat moment. Hij had net een pijp gerookt. Uh, zijn dochter met een vriendinnetje was er. Ik denk niet dat hij zo ver nadacht. Nee, was dat vriendinnetje van jou ook al uh, Gebruikte die ook ook? Uh, nee, nee. Ze heeft het altijd bij blowen gehouden. Juist omdat haar ouders zo, zo hadden geleefd, had zij een enorme afkeer daarvan. Ja. Dat snap ik. Ja. Was je ook vanaf dat moment gelijk verslaafd? Merkte je dat? Ja, ik, ik merkte het met het blauwen al op mijn 16e Dat als ik eenmaal begon met blauwen dan kwam er geen einde meer aan. En dat was met de cocaïne net zo. Ja. In naar huis. En het enige wat ik bedacht was: wanneer kan ik weer terug? Kijk, je hebt niet meteen dezelfde avond cocaïne op zak. Dus nee. ik moest wel zonder. Vader had me falium meegegeven. Dus, hè, van, je hebt drie dagen gebruikt. Dus neem falium als je merkt dat je het lastig hebt. Maar uh, het duurde niet lang voordat ik zelf iemand in de omgeving vond die me cocaïne kon uh, bezorgen. Dan woon je natuurlijk nog in dat huis. Uh, op welk moment uh, beland je op straat? Hoe, hoe gaat dit? Uh, in de jeugdgroepen mocht je geen drugs gebruiken. Uh, toen ze erachter kwamen dat ik harddrugs gebruikte. Want op een gegeven moment kwam, uh, kwam dat uh, aan het licht. Hoe kwam dat aan het licht? Um, ik had gestolen van mijn ouders. En dat was voor mij, was dat de knop. Van, dit, zo ben je niet opgevoed. En je hebt nu geld van je ouders weggenomen. De jongens krijgen morgen op hun kop. Want ik woonde niet meer thuis. Ik kwam alleen op bezoek. En uh, dat was voor mij de grens. Ik heb het mijn ouders opgebiecht En tegen mijn ouders zei ik, je moet de groepsleiding niks vertellen. En toen kwam ik zelf naar binnen en heb ik het zelf verteld. Toen werd ik geschorst. En na mijn schorsing kreeg ik nog een kans. Uh, maar geschorst, waar ga je dan heen? Dan ga je naar een crisiscentrum. Dan kan je daar een week blijven. Daar kwam ik tussen de jongeren terecht die speed gebruikten. Dus zeiden ze: Nou, kom mee, we gaan speed halen. Dan kan je dat gebruiken. En toen kwam ik terug en toen kreeg ik een laatste kans: die laatste kans om hier te blijven. Want ik stond al op de wachtlijst voor weer een nieuw project. Ja. Uh, en diezelfde avond heb ik gebloten op mijn kamer. En de hele gang stond naar Biets. En toen zeiden ze: oh, het is gewoon een einde verhaal voor jou hier. De volgende dag ga je eruit. Ja, en waar ga je dan heen? Dakloze opvang voor jongeren, spaaren ge zich. Gelijk Haren. is het dan van oké, okay, je gaat eruit, je wordt dakloos. De volgende dag pakken we het spullen en uh, we gaan kijken wie jou kan verhuizen. Dat was dan die hulpverlener van 30. En uh, ja, toen ging ik naar de Spaar zich heette dat. Het was voor dak en thuisloze jongeren van uh, net 18 tot 23. Hoe oud was je toen? 18. Net achttien. Net achttien, ja. Volgens mij 17 of net 18. Hoe was dat moment? Hoe voelde je je toen? Of maakte je het bewust mee? Um, ja, mijn wereld verging wel. Ik kan me nog herinneren dat bij een van de begeleiders... Uh, uh, mijn hele mascara zat op haar t-shirt. Uh, en daarna verhaalde ik. Ik kwam binnen in dat pensioen. Ik, ik smeet mijn sporttasje op de grond. En ik ging naar de shop En ik kwam uh, gigantisch toon terug. En vanaf dat moment... Uh, ik, uh, ik, ik nam... Uh, er uh, liepen jongens rond met van die grote bomberjacks. En eentje heb ik afhandig gemaakt. En daar liep ik in. Ja. Stoer. Alleen maar stoer doen. Alleen maar zo rondlopen op straat. En uh, what the fuck, niemand kan me raken. Er ging gewoon een knop om. Van uh, de zwarte kleren, uh, wijde kleren, jongens kleren. Niks kon me meer raken toen. Nee. En hoe, hoe is jouw leven daar? Hoe kan je daar een dag schetsen of de situatie schetsen? Nou ja, je wordt uh, wakker gemaakt uh, smorgens vroeg, je moet uh, een, een zakje boterhammen komen maken, je krijgt uh, twee muntjes en een restaurantkaartje, uh, je levert je sleutel in, daar zit dan zo'n houtbord aan met kamernummer en je gaat naar de koffie shop. Want ja. je moest tussen half tien en één moest je weg zijn, zogenaamd je moet naar school of naar werk en als je niks hebt, dan moet je gewoon de deur uit. En ik ging in de coffeeshop zitten en als ik dan geen geld had voor een drankje, want dat moest, je mocht alleen in de coffeeshop zitten als je een drankje nam. Dan ging ik naar het park erachter en daar ontmoette ik volwassen daklozen. Ja, en dat waren mensen bij wie ik me zo thuis voelde. Die niet steeds geïrriteerd waren als ik iets niet verstond. Of uh, die uh, als ik vertelde over mijn voet hadden, zoiets van: Weet je, je moet eens weten wat mij is overkomen. Weet je, wel? ik ben mijn kinderen kwijt, mijn huis kwijt. Uh, het, ik was niet meer die ene die van alles overkomen was. Ik was gewoon een jong meisje. En zij waren allemaal, wat ik zei, hun kinderen kwijt aan jeugdzorg of iets. Uh, en zij bemoedigde mij. Zij hadden echt zoiets kom niet aan. Ik had een rood haar toen. Yeah. Kom niet aan die rode, want dan kom je aan mij. Yeah. ja, geef die rode nog even geld voor een uh, jointje. En dat, dat voelde als een soort van ja, leefgemeenschap... waar yeah. ik in opgenomen ben. Een soort van kleine familie. Een soort van, ja. En iedereen heeft natuurlijk zulke... Ja, een situatie meegemaakt yeah. dat hij daar terecht komt. Dus ik kan me yeah. heel goed voorstellen... dat iedereen een beetje in hetzelfde schuitje zit. Yeah. Dat dat een beetje troost kan bieden. En hoe voel je je die periode? Uh, verstand op nul. Het was echt uh, een, 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 verharde, een verharding van mezelf om staande te blijven. Ik wist dat ik naar een ander project zou gaan verhuizen. En ergens in mijn hoofd dacht ik altijd, het gaat hem niet worden. Ik ben zo verhard. Ik ben zo verknocht geraakt aan de straat ook. Want op de straat heb je niks meer te verliezen. Nee. Er is niemand die tegen jou kan zeggen, je moet van de straat af. Er is niemand die dat van je af kan nemen. En dat gaf veiligheid. Op de bodem heb je niks meer te verliezen. Wat was je dieptepunt? En hoogtepunt in deze tijden? Um, ja, dat, dat helemaal over de hele lengte gaat. Ja, gewoon over, over het dakloze bestaan. Um, een, een hoogtepunt uh, is, is lastig te beschrijven, denk ik. Dat, dat, nou, dat weet ik wel. Eerst een dieptepunt. Het dieptepunt was echt het moment waarop ik uh, verslaafd was aan methadon. Uh, heel erg leed onder anorexia, ik was 38 kilo. En ik slikte veel te veel methadon. En en dus je lever kan het ook helemaal niet aan, denk ik? Nee, je hebt niks in je lijf en je mag in principe maar per kilo lichaamsgewicht zoveel milligram methadon slikken. En ik slikte dubbele. Uh, ik was toen heel ziek, kon alleen maar overgeven. Mm -hmm. uh, ik lag voor de deur van de uh, nachtopvang, die was eigenlijk al dicht. En ik kon alleen maar de naam van een van die medewerkers roepen van uh, help me, want ik, ik ben zo ziek. En ah, nou, de ambulancebroeders kwamen, die namen me mee naar binnen. Daar gaf ik over. En toen vroeg ze aan mij, wie gaat het opruimen? Oh. En dat was voor mij echt, de, de, hoe ga je met me om? Ja. Weet je? Ik ben doodziek. Ik maak hier dagelijks schoon. Ik ben nu ziek. Dus dat was echt wel een dieptepunt. Dat ik zelf ervoer hoe je behandeld wordt. Dat was echt als stuk fel. Stuk ik kan me ook voorstellen dat er nou, niet, een, misschien is het hoogtepunt niet het goede woord, maar kleine dingen zijn die... Ja, toch, de, toch soms de dag mooi konden maken. Of misschien vriendschappen of... Ja, ja voor, mij, voor mij was dat het stukje wat uiteindelijk ook heeft gezorgd... dat ik een totaal ander leven ben gaan leiden. Uh, binnen de dag- en nachtopvang hebben we altijd allemaal organisaties, flyers hangen. Van weet je, uh, heb je financiële hulp nodig? Kom bij ons. Of uh, red je het niet meer? Uh, de kerk heeft dat ook. Ja. Red je het niet meer? Heb je, heb, zie je er geen gat meer in? Uh, ben je op zoek naar God? Uh, kom naar ons. En er waren mensen van een christelijk therapeutisch centrum die na die dagopvang kwamen. en altijd aan iedereen vroegen: Wil je een warme maaltijd? Ga dan met ons mee naar Bloemendaal. En ze bedoelden eigenlijk met die warme maaltijd: uh, Een warme maaltijd en daarna gebed en een stukje Bijbel of een, een, ja. een Bijbelfilm. En daarna brachten ze die terug. in de hoop iets te kunnen bieden. En uh, dat was voor mij een hoogtepunt. Want dat heeft uiteindelijk het meegaan aan die maaltijden. het leren kennen van God. het volgen van een alpha-cursus en me laten dopen. Hij heeft uiteindelijk gezorgd dat ik een totaal ander leven ben gaan leiden. Ja, En, en waarom? Want geloofde je daarvoor in God? Uh, ik, ik geloofde wel, maar ik geloofde eigenlijk alles. Ja. <laughs> ik geloofde uh, van alles. tarotkaarten en helderziende. Mijn moeder nam me vroeger mee naar Jambanda. Die uh, in de blauwe mantel in, de, in Tiel stond uh, om water in te stralen. Ik geloofde alles. Maar ja. niks verzadigde mij. Alles gaf me... Uh, 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 Signalen van jouw leven is zwaar. Je hebt in de, in de hemel uh, heb je genoeg mensen die je helpen. Uh, en eigenlijk was elke boodschap: jouw leven zal zwaar zijn. Dat is voorbestemd. Ja. En uh, het christelijk geloof was de boodschap: je kan heel worden. Die bodemloze put, daar kunnen we een bodem in maken, je kunt gevuld raken. En alles, ze zeiden, je gaf al eerder aan, je hebt uh, diagnose borderline gekregen. Uh, de hulpverlening zegt altijd, diagnose borderline wordt vanaf je veertigste minder erg. Daar leer je mee leven met de symptomen. Dat, dat, dat geneest nooit meer. Mogen ze helemaal niet zeggen van psychiatrische stoornissen. En al nou helemaal niet als je de diagnose voor je achttiende krijgt. Dat mag officieel niet. Dan ben je nog niet volgroeid, zeg ja. maar. Kan je het nog niet aan misschien? Nee, het, 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 je bent nog niet volgroeid. Dus het, 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 dat label het kan nooit voor de rest van je leven gegeven worden. En in het christelijk geloof zeiden ze: je kan herstellen. Je kan, alles kan nieuw worden, je kan opnieuw beginnen. En ja. dat was voor mij natuurlijk muziek. Ja. Dus voor jou gaf, gaf uh, dat geloof een stukje hoop. Ja. Ja. Een stukje hoop en een stukje warmte, wat me wel vulde. Ja. Waar waren je ouders eigenlijk in die periode dat jij dakloos was? Ja, die zaten zelf in een hele moeilijke periode, die zijn gescheiden. Uh, mijn vader ging met een andere vrouw verder. Uh, en mijn moeder, die, die was in de war na zoveel jaar huwelijk. Van, uh, ik, ik, ik moet proberen staan en te blijven. Dat lukte haar ook. Maar dat was een periode waarin we elkaar wederom niet uh, tot steun konden zijn. De nee. levens waren zo anders. En mijn ouders waren als de dood dat ik zou bezwijken ja. aan of drugs of aan een zelfmoordpoging. En ja daar echt zoiets van uh, we zijn elke ba dag bang voor een telefoontje dus wisten zij dat jij op straat vierf? nee 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 zij uh, wisten wel dat ik altijd overal wel opvang had maar de dagen dat ik echt op straat sliep dat wisten zij niet nee want nee. waar dachten zij dan dat je zat in een opvang of oh ja. waar dan ook in een thuis maar ze kwamen daar nooit langs dan dus, dus ze wisten niet waar dat was nee nee en ging jij nee. wel eens op bezoek bij hun ja, ja, we hebben het contact in die periode ook nooit verbroken. Er was dus wel een onderscheid in intensief of minder intensief contact. Ja. Zo van, uh, uh, er is nooit een boodschap geweest, zoek het maar uit of we geloven niet meer in je. Maar wel, we maken ons zorgen en wanneer richt je je hoofd weer eens op. Ja. Hoe gaat het afkikken? Uh, dat is een proces geweest, want uh, ik kwam tot geloof. Ik ben in een uh, gemeenschap gaan wonen. Uh, ik ben me actief bezig gaan houden met geloof. Uh, waar, dat, waar de, de leegte kwam omdat ik geen drugs meer gebruikte... je houdt zo ontiegelijk veel tijd over als je niet meer aan de drugs yeah. bent... Uh, die vulde ik met bijbel lezen en met bidden. Um, maar waar ik woonde, daar kwam een villa Dus wij moesten weg daar, want je wilde geen verslaafden in de buurt... geen ex-verslaafden, zo gaat dat altijd... Uh, en toen ons pand uiteindelijk, uh, uh, ja, wij moesten dat verlaten. We zaten overal in bungalows. We vertrouwden dat er wel een nieuw pand zou komen en dat kwam niet. Toen ben ik teruggevallen. Uh, behoorlijk hard. Dat was ook mijn dieptepunt. Want toen ik helemaal terugviel, viel ik echt tot de bodem. En waarom was het harder dan daarvoor? Had dat te maken met hoeveel drugs? Uh... Op de een of andere manier lijkt dat altijd wel zo. Als je afgekikt bent en je valt terug. Dan ga je all the way of zo. Voel je het weer falen misschien? Ja, ik, ik weet het niet. Het was in ieder geval uh, vele malen heftiger. En uiteindelijk uh, ben ik van dag en nachtopvang in een sociaal pension van het legerhuis gaan wonen. Uh, ik kreeg hele goede hulpverleners. Uh, en ik keek een uh, uitzending van Oprah Winfrey. En die had een arts op bezoek. En die arts zei dat je hersenen volgroeid zijn op je 24ste. En ik slikte toen methadon, Het is een opiaat, dus synthetische heroïne. En ik dacht, als ik nu dit blijf gebruiken, dan volgroeien mijn hersenen onder opiaat. En toen ging er een licht bij mij aan dat ik dacht, dit is niet wat ik wil. Ik meldde me aan bij uh, Panassia, Verslavingszorg in Den Haag. En uh, daar kon ik terecht voor een detox, dat noemen ze dan zo. Dan, dan ga je ontgiften van alles wat je gebruikt. En vanaf dat moment uh, is mijn herstel begonnen. Hoe is die detox? Word je dan heel ziek? Uh, uh, nou, je komt binnen, je krijgt een soort van uh, A4 te zien van de pillen die je gaat krijgen tijdens je detox. Uh, medicatie uh, tegen misselijkheid, tegen diarree, tegen dit, tegen dat, noem het op. En uh, je krijgt een, een, een tupperware box met uh, matjes en kotsbakjes en weet ik wat. En, en dan ga je naar je kamer toe op een ziekenhuisbed. En dan krijg je medicatie. Dat heet naltrexon. En die medicatie werkt als een soort van stofzuiger in ja. je lichaam. Trekt alles, alle middelen Alle gifstoffen ja. En ik ging roken voor de deur. Dus Zeggen, uh, mevrouw, u moet de sigaret uit gaan maken. En naar boven naar uw bed. Want zij wisten wat ik nog niet wist. Ja. Een kwartier later werd ik zo ziek. Zo ziek. Ik lag met mijn bijbel en met een sweater waar ik heel erg aan gehecht was, het onze vader te bidden, zwaar in paniek. Want het was gewoon also, het was zo, ik werd zo ziek, ja. dat ik echt dacht, dit kan ik niet. Dit nee, kan ik dit niet, dit overleef ik niet. Dit, nou, dat overleef ik niet, dat dacht ik niet. Ik, ik kan dit niet. Ik werd zo ziek. En toen ben ik oud gegaan. En dat was misschien waarschijnlijk mijn gewicht. Ja. En ik kan me van drie, vier dagen niks herinneren. Nee. En dan op een gegeven moment kom je weer bij bewustzijn. Ja. Hoe is dat? Het, het is me gelukt. Ik heb het gered. Ik was doodziek, nog steeds hartstikke zwak, want ik woog 42 kilo of zo. Ja. En uh, uh, mijn buurman, die door dezelfde hel was gegaan want iedereen kotst of scheidt alles onder in huis ja. dat klinkt echt heel naar om het zo te zeggen, maar zo gaat dat ja, in zo'n ja, Per uit. appartement vier van die afkikkende mensen. En de ene ja. ziet vlam uit de, uit de lucht komen, en de andere uh, keert alles binnenstebuiten. buiten. En die jongen, die was alweer pleiten, die was naar het station, die was drugs gaan scoren. Oh, en ik dacht echt, nou, het is me gelukt, ik mag naar huis. Ja. En zo werkte het niet. Ik nee. moet daar zoveel dagen zitten. Ik zeg, nee, ik ben hier gekomen om af te kicken van de metro, Het is me gelukt, ik ga naar huis. Ja, ja, dat heb ik gedaan. Ik kwam terug in het RIBW van het leger als huis. Een medewerker haalde me op in zijn gloednieuwe Mercedes. Ik was zoals de dood alles onder te kotsen. Ja. Maar uh, vrijwilliger gewoon. En daar begon daadwerkelijk afkikken. Want ja. lichamelijk afkikken is één ding. Het is in principe niet eens zo heel moeilijk. Nee. Geestelijk afkikken, dat is pas moeilijk. En waar zitten daar de obstakels in? Uh, dat je steeds de trek hebt. En die trek is, zoals jij nu denkt, ik wil een chocolaatje. En zodra je aan het chocolaatje denkt, wil je dat chocolaatje. Ja. Maakt niet uit of je aan de lijn bent. en nemen we dat chocolaatje, beginnen we morgen overnieuw. Ja. En dat verlangen, de hele dag voelen, ik wil verdoven. Want alles wat je meemaakt... Elke emotie, boosheid, verdriet, frustratie ben je gewend om weg te stoppen? Ja, en dat komt omhoog. Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen dat, heel, dat je dan nog in een omgeving zit waar mensen gebruiken. Maakt dat het ook moeilijker? Dat, dat was voor mij niet moeilijk. Nee. Het was wel voor mij van uh, zorg dat ik zoveel als mogelijk faliumpilletjes krijg, want dat was voor mij mijn laatste redmiddel. Als ik het echt heel zwaar heb, dan neem ik een faliumpilletje en dan, dan komt het wel weer goed. Daar kon ik ook heel goed mee omgaan. Mijn huisarts heeft dat voorgeschreven later. En daar ben ik hem nog dankbaar voor. Uiteindelijk stop je daar ook mee. Ja. En dan, dan ben je gewoon helemaal clean. Ja. Maar in het begin ben je nog zo wankel. En uh, die andere mensen, dat, dat, dit was mijn strijd. Ja. Ik, ik had besloten om clean te worden. En, en dat kan je dan overal. Ja, en dan krijg je een beetje je leven weer op de rit. Want wat je ook al zelf aangeeft, je hebt allemaal tijd ja. over. En dan kom je erachter hoe weinig je over hebt. Ik had geen diploma. Ik had geen werk, geen rijbewijs, ik had geen dagbesteding, ik had helemaal niks. Nee. En toen werd weer blootgesteld dat ik dus een slechthorende gehandicapte was. Ja. Want ja, maar... al die jaren had ik niet kunnen omgaan met het feit dat ik gehandicapt was, dat ik slechthorend was, dat ik een achterstand op de arbeidsmarkt had. En ik had me allemaal maskers aangemeten: ja. eetstoornissen, mezelf snijden, zwart-wit denken, gothic gekleed gaan. Uh, verslaafd zijn en alles had ik in de hand. Je kan overal weer mee stoppen. En dan ben je uiteindelijk weer je blote zelf en dan blijkt je een verminkt meisje te zijn. En dan gaan we accepteren, ik ben gehandicapt, Dat kan, daar, heb ik geen, daar heb ik niks over te zeggen. Dat is iets, uh, daar moet je mee dealen. Je bent kwetsbaar, punt. Want als drugsverslaafde voel je je helemaal niet kwetsbaar. Nee, je hebt het in de hand. Dat zeg je elke dag. Ja, je hebt het in de je de hand. denkt het in de hand hebben. Ja, ja dat is natuurlijk ja. helemaal niet zo. Maar als, als, als gehandicapte of slechthorende moet je gaan accepteren. Oké, okay. okay, dit is dus wat ik ben. Ja, was dat moeilijk? Ja, dat was heel erg moeilijk. Dat was wel de kern van mijn problematiek. Dat was wel uh, oké. Okay. Uh, uh, ik ben dus over mijn hele lichaam geschonden door een ongeluk. En dat zijn uh, leeftijdsgenoten niet. Ja. Of ik heb zo'n stom apparaat in mijn oor. Uh, wat zullen mensen denken? Dat, dat is wel. Een moeilijk om nog over een moeilijk obstakel. Ja. ja, voelt je kwetsbaar, heel kwetsbaar. Ja. Ja. En um, hoe kom je dan weer een beetje naar de maatschappij? Of hoe, is, hoe is je eerste baan? Of hoe kom je daarin terecht? Ja, dat is een lange, lange weg geweest. Een eerste item in mijn leven was de Schrijfclub. Ja. Uh, de Dagopvang heeft een uh, schrijfclub georganiseerd uh, onder leiding van een oud uh, journalist Bert Voskel. En Bert Voskel zei op een dag: Je kan een boek schrijven. Ik schreef altijd dagboeken, altijd allemaal dingen, dat las ik voor. En hij zei: Ik heb een uitgever voor je, je kan een boek schrijven. En dat ben ik gaan doen. Ja. En ik had een deadline van vier maanden. Voor je eigen autobiografie? Ja. ja. En ik had iemand die mij achter de schermen dan kon helpen. Ik kon al die verhalen naar haar toesturen. Want ik schreef losse verhalen en zij maakte daar een boek van. Ja. En zij heeft het boek gereconstrueerd. En in uh, maart 2009 kwam toen mijn eerste boek: Papjes Kleine Meid Slaapt op Straat uit. Ja, en hoe waren de reacties? Ja, dat, dat, dat was fantastisch. Het is korte tijd een bestseller geweest. Nou, dan, dan heb je in ieder geval iets op je naam, een bestseller geschreven. Ja, dat iets wel... waar je heel trots op mag zijn. Ja, dat is echt wel... Uh... En ik had hele goede hulpverleningen in die tijd. Ja. Ik had een, een hele stabiele hulpverlener die steeds keek naar dit kan je wel. En uh, zo kun je dat gaan doen. En ik steun je, je hoeft het niet alleen te doen. En vanuit dat boek uh, kwamen de interviews. En de radiosenders en de televisiezenders en de weekbladen. En ik, ik, ik ben geleefd in die tijd, maar daardoor werd ik aan de hand de maatschappij in teruggenomen. Ja. En dat, dat is gewoon voor mij een, een prachtige opstap geweest naar een leven weer oppakken. Ja, en bleef je toen al die tijd clean? Ja, oké. Ja, okay. ja. 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 Dat, het was wel moeilijk. En dan uh, deed ik een verhaal voor een televisiezender en s'avonds dacht ik: heb track, Ik heb zo'n trek, ik heb zo'n trek. Ja. Maar je vertelt zo vaak je verhaal, ik heb geen betere therapie gehad dan toen. Ja, dat kan ik me ja. voorstellen. <laughs> en, um, en, en als je dan zegt, ik heb zo'n trek, wat zeg je dan tegen jezelf om het niet te doen? Is er iets wat helpt? Uh, uh, gewoon uh, laat maar gebeuren. Huil dan maar dat je zo moe bent en, uh, en zo'n zwaar leven hebt gehad. En uh, ga, maar, ga maar wat anders doen. Ja. Laat het er maar zijn. Ja. En dan, um, en dan uh, ga je werken. Neem ons mee. Nou, maar. dat zat dat tussen. Want ik had dus geen diploma. Een hulpverlener zei: Jij kan gewoon naar school. En ik dacht: ik ben niet goed snik. Ja. Ik, ik heb niks. Ik ben nooit ergens in geslaagd. Ik ben slechthorend, horend, weet je wel. Nee, jij kan naar school. En toen ben ik een 21-plusopleiding gaan doen aan de HVA. Uh, daar zakte ik op. En toen dacht ik, ik wil per se naar het HBO. Dat ga ik gewoon doen. En toen heb ik het nog een keer gedaan. En uh, op een hele bijzondere manier ben ik aan mijn werk gekomen bij het legerishuis. Ik, ik moest een keer orthopedische schoenen ophalen in Amsterdam. En toen had ik de tram gepakt omdat ik tijd over had en ik reed langs een pensioen van het legerse Toen yeah. dacht ik: ga gewoon naar binnen, vraag gewoon of stagiaires nodig hebben. En die teamleidster zei toen: uh, Nee, we nemen geen eerstejaars aan. En toen vroeg ik aan haar: uh, Moet ik nou wel of niet bij mijn sollicitatie voor stagiair melden dat ik zelf een, een boek heb geschreven, zei ze nou? Uh, kom donderdag maar langs. Ja. Toen zei ze, uh, wij gaan gewoon met jou in zee. Ja, mag je staan, zie je lopen als je juist te juist bent. Ja. En dat is het start van uh, mijn baan bij het Legere geweest. Wat fijn, voelde je toen ook dat je, dat je een doel had, dat je, dat je mensen kon helpen? Ja, het was vooral ook de bewijsdrang. Hè? Want uh, hot item was toen de ervaringsdeskundigheid in de zorg. Uh, ik wilde voornamelijk professional zijn. Ik wilde niet degene zijn die binnenkomt. Ik weet hoe jij je voelt. Ja. En ik ga jou wel even helpen. Dat weet ik helemaal niet. Wij zijn twee verschillende mensen. We hebben misschien aspecten waarin we elkaar raken, maar ik weet god maar nou niet wat jou bezighoudt. Nee. En da da dat was voor mij in mijn hoofd vooral. Uh, uh, presenteer je als professional. Ja. Mijn achtergrond is geen geheim. Dat mocht iedereen weten. Werd ook uiteindelijk gewoon bekend. Maar... In de eerste plaats ben ik een professional. Ja. En um, heb je momenten gehad dat je bent teruggevallen? Nee. Nooit. Als er eenmaal de knop omgaat. Dan, uh, nee, dat vroeg ze in die detox ook. Hoeveel, ja. Hoeveelste keer is dit? Ja. En ik dacht, uh, de eerste. eerste keer en hopelijk laatste <laughs> kom je keer. Ik neem aan dat je hier daarna nooit meer komt. Maar ja. dat blijkt dus in de praktijk helemaal niet zo te zijn. En, en wat is nu jouw functie? Wat doe je nu als werk? Ik uh, ga 1 oktober voor een deel projectmanagement doen. Uh, op een locatie waar mensen abstinent wonen in Amsterdam. En daarnaast ben ik trajecthouder en begeleid ik een caseload van twaalf cliënten op weg naar een eigen woning. Ja, en heb je het idee um, dat omdat jij het ook zelf hebt meegemaakt, ze net wat meer zou kunnen helpen? Uh, of ik ze beter zou kunnen helpen, dat weet ik niet. Want dat is aan hunzelf in hoeverre ze stappen willen zetten. Uh, ik denk wel, op het moment dat iemand roept: Je hebt geen idee waar, waar je het over hebt. En ik, Nou, dat heb ik wel. Ja. Ik, ik weet hoe moeilijk het is waar je nu doorheen gaat. Ja. Ja. Hoe was het voor je ouders om het boek te lezen, trouwens? Om, om het boek te lezen? Uh, dat weet ik niet. Okay. Van mijn moeder weet ik het in ieder geval niet. Ik weet dat, ze, dat het voor haar een worsteling was. Uh, want eigenlijk presenteerde ik aan de hele wereld dat mijn ouders gefaald hadden, zo voelde dat voor hun. Uh, dus er was ook een stuk schaamte. Uh, later is dat omgedraaid in, in trots van wat je neer hebt gezet. Dat je het hebt gered en dat je zo van betekenis kunt zijn voor mensen die hetzelfde als jou hebben meegemaakt. En mijn vader heeft op een zeker moment gezegd, wat heb je toch een hel uh, doormaakt in, uh, in, in, in je leven? En, en uh, wat beter stukken uitgekomen. Ja, ja, dus ze waren daar wel heel trots op. Ja. 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 Wat mooi. Ja, zeker. Ja, dat vind ik zeker. echt heel mooi om te horen. Dat ja. ze dat uh, apart kunnen zien van elkaar. Ja. Um, in Nederland zijn helaas ook nog uh, genoeg daklozen. Ja. 36.000. Um, ja, dat is zoveel. Hè? Ja. Terwijl je dan denkt dat je in een land leeft waar het goed geregeld uh, is. Um, wat kan je doen? Als je langs een dakloos... Ik, ik vind dat altijd moeilijk. Moet je dan geld geven? Moet je, uh, hoe kan je het beste anticiperen? Aandacht geven. Aandacht geven voor het verhaal. Mensen zijn heel vaak bang voor een dakloze. Zeker als iemand staat te schreeuwen op straat. Kijk naar die programma's van uh, boven van hè, De Sleutel of uh, uh, die 10.000 euro. Uh, uh, ga gewoon het gesprek aan. Van, joh, wat maakt dat je hier nu zit? Uh, 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 wat maakt dat je zo ver gekomen bent in je leven? Het aandacht en het niet langs iemand lopen, want je bent de zoveelste die langs loopt en ze niet meer ziet, want ze worden niet meer gezien door de maatschappij. Uh, bied een kop koffie aan. Niet ja. van: ik ga koffie voor je halen. Nee, laten we samen koffie drinken. Ja, maak een praatje. Ja, of ja. Uh, zullen we samen een hapje eten? Of uh, ben je hier morgen weer? Dan groet ik je weer. Ja, uh, de aandacht. Het Kleine zien. dingetjes. En op, op overheidsniveau zijn er gewoon veel meer woningen nodig. Ja. Maar dat ligt niet binnen jouw en mijn macht. Nee. Welke boodschap zou je graag met jouw verhaal willen meegeven aan mensen? Uh, dat er altijd hoop is. Dat, uh, dat vind ik wel mooi. Dat je ook altijd moet blijven geloven in mensen. Uh, ja, een boodschap. Ik, ik heb zelf persoonlijk. Uh, mezelf teruggevonden toen ik een stukje zingeving in het geloof terugvond. Ja. Dat ik een boodschap kreeg: van je kan altijd herstellen. En je mag dwars door je pijn en verdriet heen gaan. En je mag er ook zijn. En iedereen hoort erbij in, in Gods huis. Uh, dat is wel. Ik denk dat we als maatschappij ook heel erg afgedwaald zijn naar zingeving, naar contact met elkaar. We hadden het ja. net over uh, uh, heel veel op social media zijn. Maar hoeveel ben je samen met de persoon met wie je op social media bent? Hoe was dat vroeger? Uh, we zijn individualistischer geworden. En ik denk dat we weer terug kunnen naar een stukje zorgen voor elkaar. De overheid dwingt ons daar ook toe, maar. In de kern is het ook wat we nodig hebben als mens. Ja, een Contact beetje omkijken heeft. naar elkaar. Even ja. Ja. vertelde net natuurlijk even voor de opnames ook over... dat je nu al bezig bent met kerstpakketten. Ja, ja. Vertel graag. Misschien... Als familie uh, dit terug hoort, beginnen ze al te lachen. Want ik weet soms uh, in oktober al exact hoeveel dagen het tot kerst is. Ja. Ik <laughs> heb een groot hart voor kerst. Kerstpakketten maken dat doe ik uh, al meer dan tien jaar. Vanaf het moment dat ik mijn eigen woning kreeg via het legershuis, uh, ben ik elke december in de weer met uh, levensmiddelen verzamelen. En uh, 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 ik doe dat niet alleen thuis, maar ook op mijn werk. Dan doen we de omgekeerde adventkalender met legershuis. En het concept is dat je in plaats van een cadeautje voor jezelf uit de kalender. Een cadeautje voor een dakloze in een doos of mand of ja. tasdop. En dat dan brengt bij een leger dus locatie... en als kerstpakket aan een cliënt geeft. In plaats van, uh, jij krijgt zelf een kerstpakket... waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt... Nee. Uh, geef je echt iets met echt mooie spullen, echt een luxe pakket. Niet de goedkoopste macaroni, maar een, een, een merkzak chips, weet je ja. wel. En mijn hart gaat harder kloppen van, uh, van, uh, van kerst en de, de dingen die we kunnen doen voor elkaar daarin. Ja, dus mensen kunnen daar nu ook misschien aan, aan deelnemen. Waar moeten ze dan zijn? Op de Rode Kruisstraat in Amsterdam kun je uh, artikelen afleveren ja. voor uh, kerstpakketten, voor daklozen in een setting van het leger zelfs. Dus ja, het is ook mooi, omdat het nu natuurlijk nog echt een lange aanloop heeft naar kerst. Ja. En vaak denk je misschien ja. over zoiets na na kerst. Ja. Dus ik denk dat dit ook een mooie periode is om daar misschien als mensen ja. zich daarvoor willen inzetten, ja. dat zou natuurlijk te gek zijn. Ja. Um, de toekomst, w wat, wat zou je nog allemaal graag willen doen en waar zie je oh, zelf? Deze vraag. Ja, ik ben, ik ben heel ambitieus. Ik uh, ben na mijn opleiding uh, Social Work ben ik de opleiding Management in de Zorg gaan doen. Ja. Ik uh, begin straks aan mijn derde jaar. Uh, ik geloof dat ik uiteindelijk een, uh, een leidinggevende positie zal hebben binnen een zorginstelling. Ja. En toen ik 19 was, is ooit tegen mij gezegd in een kerkdienst: Jij zou een eigen instelling hebben. En wie weet, wordt het waar. Ik hou me daaraan vast. Het leven kan heel vreemd lopen. Dus het is geen uh, vast online plan. Maar ik dacht wel, ik moet management gaan studeren. Want ja. stel dat het gaat gebeuren want het is een droom. Ja. Dan heb ik alles in huis om dat waar te maken. Wat gaaf. Ja. Nou, dat zou je heel erg gegund zijn. Ja. Um, ik wil je bedanken voor het interview. Nou, graag gedaan. En uh, heel veel succes aankomende ja. tijd. Dank je wel. Dit was hem dan de podcast held een eigen verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond en vergeet vooral niet te volgen zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.